Ja, nu is de discussie ineens weer niet-essentiële winkels. Die mogen daar niet open. Nee, dus ik moest eigenlijk eerst het woord opzoeken. Essentieel, hoe schrijf je dat precies? Ja, is het met een C of is het met een T? En, nou, hup, ik in het woord niet-essentiële winkels. Daar gaat het nu dan over. Weer voor de zoveelste keer onduidelijkheid in het beleid van het kabinet. Schoolvoorbeeldje dit. En wat krijg je dan ook weer? Verwarring. Mensen die boos worden, mensen die zich er niet aan gaan houden, want ze denken best... Hè, want wie bepaalt dan wat niet essentieel is? Ja, wie? Wie maakt dat uit? Is een koekenpan, is dat niet essentieel? Weet ik veel, stel dat ik krijg ontzettende trek in één keer in een pannenkoek. Dan is een koekenpan heel erg essentieel. Lingerie, is dat... Oh, dat is niet essentieel? Nee. Nou, als jij in een huwelijkscrisis zit, dan is dat heel erg essentieel. Geloof mij nou maar. En zo kunnen we wel even doorgaan. Maar Gal en Gal, die mag dan wel open. Waarom mag Gal en Gal wel open? Is drank dan in één keer essentieel? God mag het weten. De Action moet dicht blijven. Action mag niet open. Hema mag weer wel open. Mag geen onderbroeken verkopen. Wat is... Oh, is een onderbroek ineens niet essentieel? Oh, dat is weer niet... Wat dan wel? Die Nederlanders gaan dan toch die mazen in de wet zoeken. Die denken toch van, ja, maar dan kan ik toch een beetje omheen fietsen dan zo. Tussendoor. En dat zijn ze dus nu weer aan het doen. Ja, fietsenwinkel wel open. Die zegt, oh, maar hij is open, dus dan ga ik ook open. En met dat hele niet-essentieel krijg je de ene kromme discussie naar de ander. Want dan zegt Kruidvat, die zegt, ja, maar ik ga open. Maar Kruidvat gaat dan open vanwege de medicijnen. Maar, zegt Kruidvat, dan doen we tegelijkertijd, verkopen we ook de make-up. En dit en dat, en die verkopen shampoo en van alles erbij. Ja, maar dat is dan weer de bedoeling niet, meneer Kruidvat. Want je mag alleen die medicijnen dan verkopen. En dat geeft natuurlijk weer kwaaie gezichten bij andere winkeliers die ook shampoo verkopen of make-up. En is make-up dan essentieel of niet? Dat is ook weer eens een keertje de vraag. Dus die hele discussie over wat wel en niet kan, dat krijg je dus mensen niet met je mee. Nu zag je allerlei ondernemers, die stonden voor hun winkel op tv. Die zeiden, ja, maar dan gooi ik mijn deur dicht van mijn winkel. En dan doe ik het gewoon te verkoop op de stoep. Ja, dan krijg je dat gedrag. Met heel dit gedoe en al die discussies, kom ik toch weer even terug op Spanje. En dan zeggen jullie, ja, daar heb je hem weer, met z'n Spanje. Nou, toen hier de lockdown was, toen waren de regels heel erg simpel. Hier werd niet gesproken over niet essentieel. Hier was het gewoon als volgt. Alleen de benzinepomp mag open. Alleen de apotheek mag open. En de supermarkt mag open. En die supermarkt mag alleen levensmiddelen verkopen. Punt! En de rest gaat dicht. Kijk. En dat had het kabinet moeten zeggen. En dan hadden we deze hele discussie niet gehad.